Jacob van Maarland is een van de belangrijkste Nederlandstalige schrijvers uit de middeleeuwen. Zijn tijdgenoten en schrijvers uit de generatie na hem droegen hem op handen. Vader van alle Nederlandstalige schrijvers noemden ze hem. Het feit dat hij alleen vertalingen van Franse en Latijnse werken maakte, stond zijn reputatie helemaal niet in de weg, integendeel. In dit college vertellen we over wat hij schreef en waarom zijn werk nog steeds wordt bestudeerd. We weten dat Jacob leefde in de 13e eeuw, maar niet wanneer hij werd geboren en wanneer hij stierf. We kennen zijn naam uit de handschriften waarin zijn werk is overgeleverd. Hij noemt zichzelf als de schrijver of somt de titels van eerdere werken op. Op basis van die mededelingen wordt aangenomen dat hij rond 1235 werd geboren in West-Vlaanderen. Mogelijk heeft hij de kapittelschool van Sint-Donaas in Brugge bezocht, maar ook daarover is niets bekend. Uit zijn werken wordt wel duidelijk dat hij een goede opleiding heeft gehad en naast natuurlijk het Vlaams ook het Latijn en het Frans beheerste. Rond het jaar 1255 werd hij koster in het dorpje Maarland op Voorne, een van de eilanden tussen Holland en Zeeland. Het lijkt erop dat hij daar behoorlijk wat tijd beschikbaar had voor zijn schrijfwerk. Een koster beheerde toen de kerk en alles wat daarbij hoorde, dus ook de verzameling boeken, maar daarin in elk geval liturgische werken. Soms verzorgde een koster ook een vorm van basisonderwijs: lezen, zingen en als apart vak schrijven. Tegen het jaar 1270 is hij hoogstwaarschijnlijk verhuisd naar Damme, en vanaf dat moment stond hij bekend onder de toenaam van Maarland, afkomstig uit Maarland. Mogelijk was hij in het welvarende havenstadje Damme schepenklerk en verantwoordelijk voor alle in- en uitgaande stukken van het stadsbestuur. Toch produceerde hij ook in die periode heel veel literair werk. Wel veranderde de aard ervan. Op voorne lag de nadruk op verhalen, gebaseerd op Franse bronnen. In dammen ging hij zich toeleggen op geleerde kennis in Latijnse encyclopedische werken. Met die bewerkingen werd hij pas echt beroemd. Ze behoorden wel tot een ander genre dan zijn eerdere werk, maar de literaire vorm bleef dezelfde: paarsgewijs rijmende versen. Jacob van Maarland was op Voorne mogelijk in dienst van de familie van de Graaf van Holland. Hij was bijzonder geïnteresseerd in machtige koningen en keizers. Zijn debut, dat hij kort voor 1260 voltooide, was Alexanders Jeesten, ofwel de daden van Alexander de Grote. Jacob was zeer onder de indruk van deze machtige vorst. Hij schreef Alexanders Jeesten op Voorne, hoogstwaarschijnlijk op verzoek van Aleide van Aven. Zij was in die tijd verantwoordelijk voor de opvoeding van de jonge Floris de Vijfde. Aleide was een zus van Floris' vader Willem, die graaf van Holland was en Roomskoning, koning. Dat wil zeggen koning van het Heilige Roomse Rijk. Willem was in 1256 in een veldtocht tegen de Friese gesneuveld. En zijn zus Aleide speelde een belangrijke rol in de Hollandse politiek. En Jacob had dus voorname connecties. Floris de Vijfde zelf zou de opdracht geven worden voor Marlands laatste werk, de Spiegel Historiaal. De interesse voor koningen en keizers zien we ook in Jacobs volgende werken. Rond 1261 voltooide hij zijn historie van de graal, bewerkt naar een Franse tekst over de geschiedenis van koning Arthur. De roman handelt over de graal, een schaal waarin het bloed van Christus zou zijn opgevangen. Jacob vertelt hoe de graal uit Palestina naar Britannië kwam en hoe Arthur koning werd. De opdrachtgever voor dit werk was Albrecht, de Heer van Vorne. Koning Arthur zien we ook terugkeren in zijn volgende werk, de Torek. Een jonge ridder, Torek, gaat op zoek naar zijn afkomst en verwerft uiteindelijk een vrouw en veel macht. De twee werken rond koning Arthur beschouwde Jacob van Maarland aanvankelijk als mooie verhalen. Maar later, toen hij zich toe ging leggen op het verspreiden van encyclopedische kennis, vond hij ze te frivol. Het lijkt wel alsof hij uiteindelijk spijt had van zijn vroege werk. Maar het kan ook zijn dat hij zijn oeuvre bewust serieuzer wilde maken en van romans overstapte op non-fictie. In zijn volgende werk, De Historie van Troje, vertelt hij de geschiedenis van de Argonauten, de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen, en hoe Aeneas na de val van Troje uiteindelijk in Italië terechtkwam en zich daar als heerser vestigde. Dit werk moet hij rond 1264 hebben afgerond. Er is één handschrift met de volledige tekst overgeleverd en we beschikken over fragmenten uit zo'n tien andere handschriften. Dat is aanzienlijk meer dan van de vorige werken is overgebleven. Zijn laatste werk op voorne was De Heimelijkheid der Heimelijkheden. Het is een kort traktaat over regeerkunst. Het zou best kunnen dat het geschreven is voor Floris V. bij zijn aanvaarding van de macht in Holland in 1266. Twee werken uit Jacobsperiode periode op Voorde zijn verloren gegaan. We kennen ze alleen bij naam. De Sonniaris, dat ongetwijfeld over dromen ging, en de Lapidaris, een boek over edelstenen. Uit zijn latere tijd in Damme is een heilige leven verloren gegaan, het leven van de heilige Clara. Wel overgeleverd is zijn levensbeschrijving van de heilige Franciscus van Assisi. sint franciscus leven werd rond 1275 geschreven in opdracht van Franciscanen in Utrecht. Ook zijn er tien kortere strofische gedichten overgeleverd die aan Jacob worden toegeschreven. Overigens zijn niet alle moderne onderzoekers er zeker van dat Jacob ze ook allemaal zelf schreef. Het gaat om vier dialogen tussen Jacob en Ene Martijn over allerlei maatschappelijke zaken en een aantal gedichten met religieuze onderwerpen, waarvan je sommige heuse protestliederen zou kunnen noemen. Anders dan op het eiland Voorne kon Jacob van Maarland in Damme gemakkelijk gebruik maken van een aantal belangrijke bibliotheken die in de omstreken van Brugge gelegen waren zoals die van de kloosters van Ter Doest en Ten Duinen. Dat leidde tot de drie omvangrijke encyclopedische werken waarmee hij definitief zijn naam vestigde. ter Nature Bloemen, De Rijnbijbel en De Spiegel Historiaal.